Mag ik zeggen dat ik vannacht niet geslapen heb? Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Roeg-vlog. Hier wordt alweer druk overlegd. Want het is ook weer niet goed of het deugt niet, hè? Nee, ik ben net een boer. Het is, het is of te zonnig of te schaduw. Of man, te nat, man. Nou, ik ben blij met de zon. Het is heerlijk. Het is prachtig weer. Hoi, Lisanne. Hey. We gaan het ook hebben over dit, nou niet het weer, maar wel over dit seizoen, hè? Het is mijn favoriete seizoen. Ja, is het jouw favoriete seizoen? Ja, hier word ik helemaal blij van. Ach, jongens, toch. Knopjes, kleurtjes, geurtjes. Ja. Die geniet ik van. Ja. Nou, en je hebt ook een hele picknick meegenomen, zie ik. Ja, want dat is voor de innerlijke mens zorgen. Nou, goed bezig. Nee. Nou, laten we maar eens even kijken naar die knopjes en bloemetjes en dingetjes. Dat zullen we doen. Ja. Ja, Lisanne, wij staan bij de beuk. Ja. En die heeft hele mooie knoppen. Ja, die zijn echt op barsten nu. Het is echt schitterend om te zien. Ze zijn helemaal zich aan het vullen. En het blad staat echt op knallen nu. Het wilde gewoon uit. Ja, ik vind die ene wel mooi. Die andere tak. Met dat groene er al een beetje. Echt dat mooie groen eraan. En je ziet ook die kleine haartjes eigenlijk op die blaadjes zitten. Heb je dat eigenlijk wel eens geproefd, zo'n... jong, fris, groen beukenblaadje. Nou? Nee, uiteraard niet. Nee? Nee. Zullen we dat eens proberen? Het is een heel licht, fris, vurig smaakje. Is het veilig? Het is super veilig, ja. Nou, doe maar eens dan. Nou, ik moet ook even wat blaadjes slaan. Kan dat alleen met de frisse blaadjes? Nou, of ja, kan het ook later in het seizoen? Later wordt het wat... eigenlijk wat stugger. En dan ben je heel, heel aan het... Oh, moet ik het eerst eten? Ja, uiteraard. Later wordt het heel stug. En dan is het eigenlijk minder lekker. Hoe proeft het? Waar smaakt het naar? Het is fris zuurig. Het heeft een beetje weg van... Een fris zuur slaablaadje. Oké. Nou, het is toch weer wat, hè? Met die boswachters altijd. Je moet dat wat opeten. En die haren kun je er ook gewoon mee opeten. Ja. Ja. Maar het is wel wat stugger dan sla, hoor. Ja. Het is wat meer taste, hoe zeg je dat? Wat meer bijt in je mond of zo? Ja? Maar ik ben meer van het knapperige sla. Oh. Het gaat een beetje plakken. Smaak is niet verkeerd. Nee, je kan erop overleven, zeg maar. Ja, precies. Voor survival. Ja, dan eet ik liever dit dan dat ik mijn urine moet drinken, zeg maar. Maar als je dit afmaakt met wat croutons en een beetje honingmosterd dressing... Die heb jij altijd mee in die bos. Ja, precies. Ja. Kijk. Zie je wel, het is net alsof ik een cowboyhoed op heb. Ik zou zeggen cowboyhoed gerakt. Wacht even, ik kan het echt niet zien. Ja. Kijk hierin. Nou, dat is cowboyhoedgras. Cowboyhoedgras. Hoe zie jij daar een helm in dan? Nou, kijk, als je dat gladde stukje van die bloem, dat is zeg maar het koppie. En daarbovenop staat een toefje en dat is dan een helm of een cowboyhoed. Nou, je hebt er wel wat fantasie voor nodig. Maar het is dus de, wat voor helmbloem? Rankende helmbloem. Mooi. Ja. Zeg Nanda, ja? Hoe vind jij het eigenlijk zo om mee te zijn als regisseur en vooral de hele tijd dat statief te moeten dragen? Ja, echt een grote straf natuurlijk. Ja. In de zon, al die bloesem kijken, een beetje, nou we hebben nog koffie gedronken. Ja. 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 Ja, want het is toch een kijkje achter de schermen voor de mensen thuis. Nee, het is wel hard werken natuurlijk. Ja. En, maar het is hartstikke mooi om te doen. Want wat doe jij dan? Naast het statief sjouwen. Oh, help, krijg ik helemaal een interview. Nou ja, nee, maar jij maakt het draaiboek. Dus jij houdt ook in de gaten dat wij ons daaraan houden, toch? Ja, dat hou ik in de gaten. En of, of het allemaal een beetje duidelijk verteld wordt. Of het leuk is om naar te luisteren. Jij bent heel streng. Ik vind je. Nou ja, het moet korter. Of nee, dat past niet meer, want dan wordt het te lang. Nou, maar dat is natuurlijk ook zo. Want er valt zoveel te vertellen hier. En als een boswachter eenmaal op dreef is, dan, dan moet je dat wel in de gaten houden. Dat het een beetje in de tijd blijft passen. Want we hebben maar ongeveer 16 minuten voor Roeg. Ja, en er zitten ook nog filmpjes tussendoor. Dus. En die boswachters zijn nog wel eens op dreef. Ja. Ja, dat is ook hartstikke goed. Maar dan af en toe moet het eventjes... Mand. Even mand. Mand! En Lisanne, wat doe jij dan eigenlijk? Wanneer? Nu? Nou, gewoon voor zo'n opname Roeg. Ga jij ook helemaal voorbereiden en zo? Mag ik zeggen dat ik vannacht niet geslapen heb? Is dat ook echt zo? Ja. Ja, vind je dat spannend? Nou, spannend. Je bent er wel mee bezig. Ja, het gaat wel in je hoofd rond van, wat gaan we nou doen? En is de bloesem er nog, die wij eigenlijk een beetje ingepland hadden?
best wel geregend weer gisteravond en hard gewaaid en zo. Ja, want jij bent dus van de week eerst met Nanda hier langs gelopen. Ja, ja. Om te kijken waar gaan we het over hebben. Ja, dan kijken welke locaties geschikt zijn om het wat past bij het verhaal eigenlijk. Ja. En eigenlijk zit dat dan wel in je hoofd, toch? Ja, zou je denken, maar toch ja, is dat anders, denk ik. Ja. Ja, ik ben ook heel na, ik bijt ook en zo. Ja, je bent verschrikkelijk. Snap ik dat je daarvan wakker ligt. Ja. Ik heb een vervelende camera. Ik zeg niks hoor. Nee, dat is, ik bevestig nog een keer. Ik zag vanuit een ooghoek jouw gezicht vertrekken. Ja, dus, klopt. Nou, zo naar is ze niet. Nou, maar volgende keer niet meer wakker liggen hoor. Nou, ik zal mijn best doen. Oké, okay, ja. Goed zo. Nou, Lisander, het zit er alweer op. Ja, ja. Snel. Je hebt ons, het ging heel snel. Je hebt ons het hele Drents-Friese Wold, nou niet het hele Drents-Friese Wold laten zien. Nee. Maar wel heel veel. Ja. Je hebt zo meteen nog een mooie quizvraag voor ons. Eerst gaan we nog even naar het goede antwoord van vorige week. Bertu, wat was ook alweer jouw vraag? Mijn vraag was, wat voor planten hier langs het stroompje staat? Die vroeger massaal ook in de Flevopool stonden, toen dat net drooggelegd was. Nou, en welke plant is het? Die plant is de moerasandijvie. Dus het is een plek van soorten die drooggevallen zijn, of waar het verveend is. Maar hier is het juist andersom. Dit gebied wordt nu weer moeras gemaakt. En kennelijk voelt hij zich daar ook thuis. Want er staat in ieder geval nu één exemplaar. Ja, en wat een leuke naam heeft hij. Heerlijk. Waarschijnlijk kun je er ook goed stamppot van maken. Ja, zou het? Ik zou het niet weten. Maar lijkt hij er dan op of zo? Op ja, het is er in de verste verte wel familie van. Oké. Okay. Ja, en dan nu jouw vraag. Waar gaat het eigenlijk over? Nou, dat is een hele leuke tijd nu, want in het bos en, zie je eigenlijk best wel veel plekken nu liggen waar allemaal haren liggen. Ja. En ik ben wel benieuwd of mensen weten van wie dat haar is. Ja, dit haar, hè? Want hier is ook zo'n plekje. Het zijn mooie grijze witte haren. Die dan zo verspreid door het bos heen liggen. En dat is echt typisch voor deze tijd van het jaar. Nou, weet jij van wie die haren zijn? Laat dan je antwoord achter hieronder in de reacties. Ja. Ik zit even naar jouw haar te kijken. Ja, het zou kunnen. Het kan van de boswachters zijn natuurlijk. Ja. Maar dat mag je zelf bedenken. Volgende week vertel je van wie die haren zijn. Ja. Tot dan. Doeg. Doei.